Het eten van gezonde voeding verhoogt de leerprestaties van scholieren. In het kader hiervan is het pilotproject Schoolgezonde Voeding reeds van start gegaan in Khorasan onder 4 scholen. Een Surinaamse delegatie die bestond uit vertegenwoordigers van het Bureau van de First Lady, de ministeries van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Landbouw, Veeteelt en Visserij, Volksgezondheid en Sociale Zaken en Volkshuisvesting is afgereisd naar Belém om te zien hoe dit project wordt uitgevoerd in Brazilië. In Brazilië wordt dit schoolvoedingsproject al 63 jaar uitgevoerd. Dit bezoek is tot stand gekomen. Er was een project ABC. Dat is een afdeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Brazilië. Zij waren hier naar Suriname gekomen. En ze gaven een training in het schrijven van projecten. En een van de projecten was de School Feeding Program. En dat was in april 2018 om precies te zijn. En uit die training is dus dit project uitgerold. Samen met mijn collega van het ministerie van Volksgezondheid en hoofdbureau First Lady en collega van het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben we toen het project geschreven binnen een tijd van 3 dagen. En zo is dus de eerste activiteit vanuit dit project was dus een bezoek aan Belém of aan Brazilië. Een van de twee, maar het is dus Belém geworden. Het houdt precies in dat middels een gezonde levensstijl, dat aan te leren aan kinderen, middels gezond eten, en dat noemen we gezonde levensstijl, de leerprestaties onder andere op te krikken van kinderen. We hebben gekozen voor het pilotproject. Het is niet op nationaal niveau, maar een pilotproject. Het gaat om het gebied Khorasan. Daarvoor is met een reden gekozen. Omdat het is gebleken uit een vorig groot project dat Early Childhood Development bevatte, is eruit gekomen dat dat een heel kindvriendelijk gebied is. 1. 2. We hebben te maken daar met gezinnen uit lage sociale economische klassen. Vaak ook eenoudergezinnen, dus alleen de moeder die vaak aanwezig is. De moeder die meerdere banen heeft, dus vaak ja, ook niet... zeker niet op school, schoolactiviteiten vaak mee kan participeren. Daarnaast heb je ook natuurlijk lokale boeren die daar er al zijn. En de bedoeling is, om het even in een schematische weergave te zeggen, de schoolfeeding, het gezond eten begint op school. Het wordt niet van elders gebracht. Het geschiet ook op school. De bedoeling is dus ook om keukens te bouwen op scholen. Het wordt daar zelf gekookt, zelfvoorzienend dus. De producten worden gehaald van de lokale boeren, of gekocht van de lokale boeren. Dus er komt ook een samenwerking met de hele wijk, met het hele gebied. En de bedoeling is dus om dan het eten zelf te prepareren op school. De bedoeling is ook om gebruik te maken van mensen van het gebied die als kok zullen functioneren. Dus ook dat bepaalde banen kunnen worden gecreëerd. En uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling dat kinderen beginnen met eten, een ontbijt op hun maag. Want vaak, ook dat is een reden trouwens van het pilotproject van het gebied, Khorasan. Dat het dus blijkt dat veel kinderen zonder eten naar school komen. En daardoor heb je gevolgen als niet naar school willen komen, hoofdpijn, slaap in de klas. Omdat als je een lege maag hebt, kan je natuurlijk niet goed concentreren. Dus dat alle aspecten meegenomen, is het dus de bedoeling dat de school zelf voorzienend wordt, zelf ontbijt en lunch voor gaat zorgen voor de kinderen. En dat de gevolgen dus ook te zien zullen zijn, onder andere in de leerprestaties van kinderen. En nogmaals, dat de wijk helemaal wordt meegenomen. Dus het hele gebied, als het ware, dat die ook mee gaat doen met onder andere de lokale boeren. Maar dus ook ouders, moeders, eventueel die geïnteresseerd zijn om een kok te zijn op school. Nogmaals, het is een pilotproject, dus het gaat nu om 4 scholen die zijn geïdentificeerd.
Om terug te linken met het project dat we toen de tijd hebben geschreven, is het dus activiteit 1, het bezoek brengen naar Belem, is dus een van de activiteiten binnen het project. Dat de ministeries die gemoeid zijn met het project, dus een bezoek brengen aan Belem. En de bedoeling is dat wij daar worden getraind hoe zij het daar doen. Want zij doen het in Brazilië, doen ze het al 63 jaar lang. Over heel Brazilië, maar wij waren dus slechts Belém met 200 miljoen inwoners. En de bedoeling is dus dat wij, die het hebben meegemaakt, we zijn scholen gaan bezoeken vanuit de steden tot naar het binnenland van Belém. En hebben dus gezien in de praktijk hoe het aan toe is gegaan, maar we mochten natuurlijk ter alle tijden vragen stellen. Hoe zit dit precies? Hoe zit het precies met de we zijn ook trouwens de lokale boeren gaan bezoeken, ook echt op hun veld, waar ze planten. Dus we hebben alle nodige aspecten, letterlijk in persoon en in bedrijfsvorm, hebben we dus bezocht. Om het systeem wat wij willen overnemen, dus zoals ik al eerder uitlegde van het pilotproject in Kwarasang, dat alle aspecten samen moeten werken, dat hebben wij dus daar in de praktijk gezien. En ook dus theoretisch onderbouwd met vragen die wij toen hebben gesteld. Ze doen het daar in Brazilië al 63 jaar, het school feeding program. En er zijn inderdaad al heel veel voordelen te zien. Om een paar te noemen, de betrokkenheid van kinderen, ouders. Om een specifiek voorbeeld aan te halen. Er was een kindje, want we waren natuurlijk, zoals ik al eerder zei, op bezoek op scholen. En een kindje kwam lachend met zijn koekje en zijn, volgens mij was het een sapje. En meteen kindjes wezen naar hem, nee, wat drink je, wat eet je dan? Nee, dat mag niet. De juffen werden meteen ook erop gewezen. En hij was eerst een beetje verbaasd van, hey, waar worden hier mijn koekjes en mijn sap afgepakt? Maar heel snel, inderdaad, werd het wel letterlijk afgepakt en moest hij dus bij de kantine zo'n bordje met een stukje watermeloen en een stukje papaya. En daarna kregen ze dus hun warme maaltijd. Maar dat was een heel mooi voorbeeld om te zien dat dus de mindset van de kinderen al zo ver zijn dat ze dus echt ja, elkaar erop attenderen en elkaar dus daarop wijzen. Dat is zo'n voorbeeld. Maar er zijn ook heel veel voorbeelden ten aanzien van de betrokkenheid van ouders. Er worden heel veel activiteiten gedaan met ouders. Zoals er was ook een heel mooi voorbeeld wat ze ons vertelden. Dat ouders van de buurt, want vaak zijn natuurlijk gewoon de kinderen van de buurt. Die werden uitgenodigd door een college die door hun eigen kinderen werd gegeven aan hun over schoolfeeding. Een thema. En na het geven van het college, om het zo te zeggen, waren ze in hun schooltuintje op de school zelf de producten gaan plukken. Met aanvulling van producten van de lokale boeren. En hebben dus zelf hun maaltijd klaargemaakt. En dus ook zelf samen gegeten. Nou, dat is echt een hele mooie voorbeeld van betrokkenheid. Waarbij je dus de ouders ook meeneemt. Dat vond ik ook een heel mooi voorbeeld, een mooi gevolg. Want de betrokkenheid van ouders is eigenlijk nummer één. Naast de mindset van de kinderen die je op school natuurlijk in eerste instantie meeneemt, heb je de ouders 100% nodig. De lokale boeren is ook een heel mooi systeem dat ze daar hebben gecreëerd. Waarbij dus de boeren in een coöperatieve werkvorm samenwerken en gegarandeerd zijn van de uitbetaling door de overheid. Dat is ook een heel mooi concept dat je stimuleert, je motiveert natuurlijk de boeren om hun gronden letterlijk te beplanten. En dat je als het ware het proces behoudt. Dat zij dus afleveren en echt heel vers. En qua controle zijn natuurlijk alle dingen al in place. Hoe lang je deze groente mag houden, wanneer het voorbij is, dat je het niet meer mag kan gebruiken. Dus wat dat betreft zijn er natuurlijk 63 jaar lang zijn er heel veel voordelen en mooie gevolgen die wij hebben mogen meemaken daar. Een voorbeeld ook van de school die letterlijk aan een rivier is. Nou, zelfs daar waarbij dus overwegend modder met klei en eigenlijk steeds onder water is, hebben ze toch een heel klein schooltuintje kunnen onderhouden ze. Die ze natuurlijk ook, waar ze ook gebruik van maken.
Dus het is echt heel mooi om te hebben ervaren hoe het wel kan. Gezien het doel dat het vooral is om de kinderen op de scholen een buikje vol te laten eten, zodat hun schoolprestaties vooral toenemen, is het natuurlijk ook de bedoeling dat elke stap die wordt genomen, dat er natuurlijk de deskundigheid erbij, de desbetreffende deskundige persoon erbij komt in het proces. Om even vanaf het begin, in de keuken is het natuurlijk iemand die wordt getraind om op een bepaalde manier te koken. Om een voorbeeld te geven, een kind van 4 eet natuurlijk niet eenzelfde portie als een kind van 9. Er zijn natuurlijk grote verschillen, letterlijk in hoeveelheid, maar natuurlijk ook in vitamine in zijn totaliteit. En daarvoor hebben we natuurlijk ook een voedseldeskundige nodig. En vandaar het integraal samenwerken met de verschillende ministeries, want die voedseldeskundigen komen dus vanuit het ministerie van Volksgezondheid. En het ministerie van Onderwijs zorgt natuurlijk ook weer voor zijn eigen deskundigheid. En het ministerie van LVV zorgt natuurlijk ook voor hun eigen deskundigheid. Wat vooral zal zitten op de schooltuinen, dat een aanvang heeft. Het schijnt dat er op een aantal scholen wel al wordt gedaan aan schooltuinen. Maar de bedoeling is natuurlijk om het zelfvoorzienend te maken. Dat de scholen ervan kunnen profiteren. En niet dat het alleen bij een groepje, bijvoorbeeld leerkrachten, of dat het extern wordt uitbesteed. Maar dat het echt voor de schoolkinderen wordt gebruikt. En natuurlijk ook het ministerie van Sociale Zaken. Want als je te maken hebt met gezinnen uit sociale lagen, sociaal-economische klassen, moet je natuurlijk onder andere sociale zaken ook erbij hebben voor eventuele verwijzingen. En waar er hulp bij nodig is, moet er hulp kunnen worden aangeboden. Wanneer ze beginnen met het project? Officieel is het natuurlijk al begonnen sinds de dag dat het project was uitgeschreven in april 2018. En de activiteiten zijn uiteraard gelist met datum. Zoals we al eerder hebben besproken, is dus het bezoek aan Bilem geweest vanuit ons. De volgende activiteit is dat er een team van deskundigen komt in verband inderdaad met de voedseldeskundigen. Die zullen worden getraind door Brazilianen. Dus officieel is het project al begonnen, het pilotproject. En de bedoeling is nu om natuurlijk ons deel vanuit Suriname, inventarisatie, nul meetmoment op de scholen. Want je moet wel, we zijn verplicht om een feasibility rapport in te leveren. Dat wil zeggen, we moeten de beginsituatie kennen om dus te kijken of er resultaat is geboekt vanuit onze input. Dus inderdaad de kern van de school feeding program of we onze doelen zullen behalen. Dus we hebben ook al een activiteitenschema uitgeschreven plus indicatoren die we natuurlijk zullen onderzoeken letterlijk of we die behalen of niet. En zoals ik al eerder zei, we zijn al begonnen. Maar officieel vanuit de school is het de bedoeling om dit schooljaar te starten op de scholen. Laten we zeggen, het is een schatting. Het kan natuurlijk altijd worden verschoven. Maar dat is wel het streven om dit 2019, dan praat ik dus over oktober 2019.